Verschillende ministeries buigen zich over de toekomst van het Mungo-stafdorp. Dat zegt minister van Handel, Industrie en Toerisme Stephen Sang. Sinds Suralco het stafdorp aan Suriname heeft overgedragen, is het onaangeroerd gebleven. ABO-parlementariër Marinus B. heeft eerder in DNA gevraagd om dit gebied tot een toeristische trekpleister te maken, zodat de lokale bevolking aan inkomsten kan komen. Minister Sang zegt dat als het aan hem ligt, de wens van B. in vervulling gaat. Er is heel veel mogelijk in Mungo-stafdorp. En ik denk dat wij daar binnenkort al met een project zullen starten. Er zijn meerdere, en het probleem is dat er vanuit meerdere ministeries naar wordt gekeken. En ik denk dat wij op een gegeven moment een gezamenlijk iets moeten maken dat ten voordele is zeker voor de gemeenschap. Maar zoals ik het zie, Mungo-stafdorp zou een heel goede, zoals u ook zegt, een toeristische trekpleister kunnen worden. Maar daarnaast ook een handelscentrum kunnen worden. Er is zoveel mogelijk daar. Ik denk dat er in de korte tijd een knoop doorgehakt zal worden wat dat betreft. Minister Stephen Sang van HINT. Samen met het ministerie van Justitie en Politie wordt het oostelijk district veiliger gemaakt, zodat het aantrekkelijker wordt voor toeristen.